Nadat de flats waren gesloopt, liet bewonersvereniging Patersweg hier grond storten, zodat het er tot aan de nieuwbouw wat mooier uit zou zien. Chris Pijn gaat bloeien, zegt het bord. Maar omwonenden zijn bang dat ze straks de bloemetjes niet kunnen zien. Er komen hier direct aan de Patersweg de woningen te staan. En eigenlijk ook aan de zijstraten. Binnenterrein wordt parkeren. Dus ja, eigenlijk blijft er niks groens over. Stonden er hier in het verleden flats? Ja, dat klopt. Maar die stonden dwars op de Patersweg. Daardoor hadden wij als bewoners van de Patersweg uitzicht op de binnentuinen. En dat was een duidelijk groenere aanblik. Dus heeft de bewonersvereniging zelf de tekeningen aangepast. Ja, wat wij nou bedacht hebben is dat je het plan om zou kunnen draaien. Dus je spiegelt het plan zoals het door de gemeente bedacht is. Dan krijg je dus achtertuintjes hier, achtertuintjes daar. En een middenterrein wat open is, waar je in ieder geval veel meer groen hebt. Dit heeft u de gemeente laten weten. Wat zegt de gemeente? Hier hebben we nog geen reactie op gekregen. De communicatie tussen de buurt en de gemeente loopt sowieso niet lekker. We komen eigenlijk gewoon niet in gesprek. Dus het enige wat ze willen is wel vertellen over het plan wat ze nu hebben. Maar echt de inspraak, daar is geen sprake van. Voor alle duidelijkheid, ze zijn hier niet tegen de nieuwbouw. Ze willen alleen het groen van de tuintjes kunnen zien. En ze mogen best snel gaan bouwen, want inmiddels wordt het hier een rommel en daar zijn ze niet blij mee. Daar zijn we zeker niet blij mee. De kleine dingen proberen we zelf nog te doen. Maar ja, goed, grote stapels pellet opruimen, dat is echt te veel. Puin wordt er ook voortdurend gestort. Er is zelfs al wat sprake van drugshandel, ook niet echt fijn. Dus ja, de verpaupering slaat toe. Wie moet er nou wat gaan doen? Nou, wat ons betreft, en daar hebben we de gemeente ook al om gevraagd, in ieder geval de bende opruimen. En wat ons betreft daarna in gesprek om te komen tot iets wat de buurt echt leuk vindt.